Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie weer een unboxing van Lounge. Dus als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het super leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En dat je abonneert op mijn kanaal. En als je het leuk vindt, zou ik het ook heel erg leuk vinden dat je een leuke reactie achterlaat in de comments. En dan gaan we lekker beginnen met de video. Ik heb vandaag dus een video van Lounge. Het is nu 1 februari. En op 14 februari is het natuurlijk Valentijnsdag. En dit is in samenwerking met Valentijnsdag. Dus ik heb allemaal roze en rode setjes uitgekozen. En zoals jullie weten heb ik wel vaker een samenwerking met Lounge. En ben ik echt super tevreden over hun ondergoed, pyjama's. En ze hebben verschillende dingen. Ik draag het eigenlijk bijna elke dag. Behalve als het natuurlijk in de was zit. En ik voel me er gewoon heel erg mooi in, zelfverzekerd. Dus ik ben er heel erg blij mee. En dit is gewoon... Het is natuurlijk een gesponsorde video. Maar het is mijn oprechte mening. En ik ben er gewoon heel erg blij mee. Ik heb zelf ook een badjas en een loungepak. Dat verkopen ze ook op Lounge. Ben ik ook heel erg blij mee. Maar vooral de lingerie vind ik echt super mooi. Dus laten we kijken wat er in het pakketje zit. Oké, je ziet al helemaal de rode en roze kleuren. En er zit ook altijd een kaartje in. Op dit kaartje staat volgens mij hoe je het moet retouren. En wat je dan moet doen. Ja, dus gewoon de informatie van Lounge. Rond Valentijnsdag hebben ze ook verschillende acties. Dus neem vooral een kijkje. En ik zal alle linkjes in de beschrijving zetten van de dingen die ik heb besteld. Oké, ik moet even goed kijken wat bij elkaar hoort. Het zit allemaal in dit soort zakjes. En volgens mij heb ik hier de eerste. Ik heb hier namelijk een hele mooie roodkleurige string. Ik heb ze deze keer dus in een maatje M genomen. Normaal heb ik altijd een S. Maar ik dacht ik neem het een keer een M. Maar het ziet er wel heel erg groot uit. Dus ik moet daar eventjes naar kijken of ik een M of S fijner vind. Dat zal ik eventjes hier laten weten. Want de S valt namelijk wel wat groter. Dus dat is deze hele mooie rode kleur. En daarbij wordt natuurlijk een bijpassend topje. En dat topje dat is echt mijn favoriet. Van deze setjes blijf ik maar gewoon bestellen. Omdat ik deze echt heel erg mooi vind. Dit is volgens mij de Blossom Balcony. Of Balcony als ik het goed uitspreek. En ik vind dit gewoon een heel fijn setje. En het ziet er heel erg mooi uit. Ik heb de bovenkant heb ik altijd in een... of in een 70C of in een 75B. Dat is eigenlijk gewoon dezelfde maat. En die zitten bij mij echt perfect. Want de bovenkant valt gewoon als normale maat. En de onderkant valt dus iets groter. En dan is dit het eerste setje. En hier ben ik echt super blij mee. Dus deze kan weer bij de collectie. En ik vind het ook een hele mooie donkerrode kleur. Als volgende heb ik een roze setje. En deze vind ik ook echt prachtig. Dit is het roze setje. En hij heeft wel een beetje een soort van rode bloemetjes. Wat ik heel erg mooi vind. De voorkant is dus niet helemaal van kant. Dat is bij die ander wel. Dus daar moet je maar net van houden. Maar ik vind dit altijd wel iets lekkerder zitten. En dit voelt ook echt heel erg zacht aan. Hier heb je dan weer Lounge staan. En deze heb ik dus ook in een maatje M om te proberen. Ik denk ook weer niet dat er zoveel verschil tussen een S en een M is. Maar ik zal het even laten weten. En daarbij wordt dus, dit heb ik nog niet eerder gehad, dit topje. En hier was ik wel heel erg benieuwd naar. Dus het is eigenlijk meer echt een BH. Omdat je, ja, het is ook helemaal niet doorschijnend. Het voelt echt aan als een BH. Er zit geen beugel in, dus dat is wel heel erg fijn. En ja, ik vind hem er echt prachtig uitzien. Ik ben heel erg benieuwd naar deze collectie. Ik moet eventjes kijken hoe die heet. De Lace Magic Bra in Hot Pink. En het topje heb ik ook weer in een 70C. Die zit bij mij altijd perfect. Dus ik hoop bij deze collectie ook. Ik vind hem echt prachtig. En ik denk dat dit heel erg lekker gaat zitten. Zoals bij bijna alle topjes kan je ook de bovenkant verstellen. Dus de bandjes. Maar ook de achterkant. Dus dat is gewoon super handig. Maar het voelt gewoon heel erg een soort van een beetje bouncy aan of zo. Dus ik kan echt niet wachten om dit mooie setje te dragen. Oké. En dan heb ik dit topje. En dit is echt, dat andere is echt meer een beetje bordeauxrood. En dit is echt fel rood-oranje. Heel erg mooi. En hij heeft dus hier, dat is weer een beetje een andere collectie, heeft hij hier zo'n V. Deze heb ik eigenlijk ook nog nooit geprobeerd. Dus ik ben hier heel benieuwd naar. En ja, hij ziet er gewoon weer echt heel erg mooi uit. Ik zal heel even het broekje erbij pakken.
dit is het broekje. En ik vind de kleur echt prachtig. Heel erg fel. Ook heel erg leuk voor in de zomer. En het zit gewoon echt heel erg lekker. Het broekje lijkt wel gewoon op de normale broekjes die ik altijd heb. Oh, alleen hier aan de achterkant heb je hier dus een klein V'tje zitten. Voor de rest is die helemaal van kant. Dus daar moet je wel echt heel erg van houden. En hij heeft aan de binnenkant wel een dubbele stof. Dus dat is super fijn. En dat is dit prachtige setje. Ik ben hier echt onwijs benieuwd naar. En net zoals bij de andere kan je hier ook weer de bandjes verstellen. En je kan ook de achterkant hier verstellen. Deze heb ik ook weer in dezelfde maat. Dus dan weten jullie dat. Dan heb ik een pyjama uitgekozen. Ik vond deze er heel erg leuk uitzien. Hij is niet echt helemaal wat bij Valentijnsdag hoort. Maar ik vond hem gewoon heel erg leuk. Dus ik ben heel benieuwd. Het is namelijk dit broekje. En hij is met beige en wit. Ik vind hem er heel erg leuk uitzien. En daarop staat Lounge. In gewoon echt zo'n stofje die je lekker in bed kan dragen. En daarbij hoort natuurlijk ook een shirtje of een topje. Ik moet even kijken hoe die er ook weer uitziet. Ja, en daarbij hoort een soort blouseje. Ook heel erg leuk. Zo'n slaapblouseje. En deze is... Oh, wel met lange mouwen. En deze is ook weer met beige en wit. Ik vind hem er echt prachtig uitzien. Je zou dit ook makkelijk gewoon naar buiten kunnen dragen. Op een beige broek. En ja, ik vind deze pyjama's gewoon heel erg fijn. Omdat de stof gewoon heel erg fijn is. En ik had het topje heb ik in de maat S. En dat is denk ik precies goed. En ik zal even kijken wat voor stof het is gemaakt. Het is van 100% viscose. Ik had wel een andere stof verwacht. Maar... hij is dus 100% viscose. En ik heb een broekje in de maat M. En die heeft weer zo'n hele leuke band met lounge erop. Dus dan zie je gelijk dat hij daarvan is. Dus deze ga ik zeker vaak dragen. Lekker met slapen. En dan heb ik nog een heel leuk setje. Oké, ik was even de bestelling aan het kijken. En ik kom er toch achter dat er één dingetje is fout gegaan met de pyjama. Want ik had namelijk eigenlijk dit setje besteld. En dat is toch iets heel anders. Dus dat is een beetje verkeerd gegaan. Ik dacht al, dit is niet echt iets wat ik zou uitkiezen. Ik vind het alsnog heel erg leuk. Maar hier moet ik dus nog even een berichtje over sturen. Dus dat is toch een ander setje dan ik had verwacht. Deze. En deze is volgens mij, ze noemen het ook rood. Maar volgens mij is hij een beetje oranje. Ja, maar wel heel mooi. Eventjes laten zien. Nou, ze noemen dit rood, maar het is echt rood-oranje. Het is echt heel fel. Ik had deze kleur nog niet. En ik vind deze collectie ook heel erg mooi. Met dat dit zo een beetje zo schuin loopt. En dit is ook weer helemaal van kant. En de achterkant kan je ook weer verstellen. Wat heel erg fijn is. En deze bandjes lopen dus ook echt meer zo. Dus die zijn best wel aanwezig. Die zie je echt een beetje zo over je schouder heen. Dus daar moet je van houden. Maar je kan ze nu natuurlijk gewoon onder een trui dragen. Want dat zie je toch niet. En daarbij hoort dit broekje. En dit broekje vind ik echt prachtig. Want de voorkant heeft dus niet zo'n band wat de rest heeft. Maar die heeft dit. En dat ziet er gewoon heel erg mooi uit. En ja. Het zit ook gewoon echt heel erg lekker. Aan de zijkant heb je natuurlijk weer deze band. Echt op de camera lijkt hij echt zo fel oranje. Leuk voor Koningsdag. Maar het is echt rood noemen ze het. En daarop zitten echt meer die rode bloemetjes. Wat ik echt heel erg leuk vind. Dus dat is alweer het laatste setje die ik heb mogen ontvangen. Nou, dit waren alle setjes. En ik ben echt het meest benieuwd naar deze. Omdat ik dit echt nog nooit heb gehad. En dit echt helemaal een ander model is. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Voor de rest wil ik nog even zeggen dat ik mijn setjes ook altijd bij elkaar was. En ik heb er nooit problemen mee. Als je vragen hebt over setjes, mag je het in de comments achterlaten. Of kan je me ook altijd een DM sturen. Want soms is dat gewoon wat makkelijker. Maar ik ben er gewoon heel erg tevreden over. En het is zeker de moeite waard om een keertje te kijken. Wat ik ook doe is dat... als je gewoon bijvoorbeeld... Ik heb dit topje bijvoorbeeld in het zwart. En daarbij heb ik gewoon meerdere broekjes. En dan kan ik gewoon vaker het topje aan en dan verschillende onderkantjes. Dus dat is heel erg fijn. En ja, het zit gewoon lekker. En ik merk ook gewoon echt verschil. Dat het niet irriteert. Dus dat wil ik er toch nog wel eventjes bij zeggen. Ook al is het wat duurder. Soms in de sale heb je volgens mij voor 40 euro een setje. Dus dan valt het nog best wel mee. En dan heb je een topje en een broekje.
Maar ja, dit was de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als je het leuk vond, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel erg bedankt voor het kijken. Doei doeg!